So, wow. Het is leuk om het van deze kant te bekijken, hè? Nou, we gaan even praten over spelen. Zo. We gaan even lekker leuk spelen vandaag. En je weet, spelen doe je meestal als kind. Want als kind denk je nog niet. In je baarmoeder ligt je echt niet te denken van, nou, ik ben benieuwd hoe het gaat hoor. Hoe zal ze eruit zien? Nee, je denkt niet. Maar je hebt wel een gevoel. En volop gevoel, laat ik je dat vertellen. Van het prille begin af. En als je eruit komt, uit die baarmoeder, heb je dus inderdaad volop gevoel. En een heel belangrijke eigenschap is ook, je volgt je gevoel. En een heel belangrijke eigenschap is ook, dat hele lichaampje werkt vol automatisch. Hoef je niks aan te doen. En een kind volgt zijn gevoel natuurlijk. Als hij honger heeft, dan wil hij eten. Als hij dorst heeft, dan wil hij drinken. Als hij moet poepen, dan gaat hij poepen. Als hij koud heeft, dan wil hij wat aan. Als het warm is, vet hij wel uit. Dat is heel simpel. Dat heet je gevoel volgen. En ze hebben ook nog dromen, volop. En dagdromen, maar ze geven het geen naam. Want ze kunnen niet denken of praten. Maar ze doen precies wat ze leuk vinden. Dat noemen wij dan later je gevoel volgen. En dat weten we ook wel, want als we zo'n kind forceren om tegen zijn gevoel in te gaan, wat gebeurt er dan? Dat hele lijfje slaat op tilten. Ik ken het wel, geen land mee te bezeilen. Daarom laten ze in het begin maar spelen, toch? We krijgen ze later nog wel. Toch of niet soms? Nou, en dan gaan we ze leren denken. En praten. En lezen. En schrijven. Dat leren ze op die indoctrinatie-instituten. Waar jullie ook op zitten, toch? Nou, en van het moment dat ze dat leren aan jou, worden al die oorspronkelijke eigenschappen opzij geschoven. Alles gaat vanzelf? Nou, mooi niet, Jantje en Miesje. Niets gaat vanzelf. Laten we nu maar eens eindelijk uitleggen hoe het leven in elkaar zit. Het leven is moeilijk. En je moet hard werken om iets te bereiken in het leven. Ken je dat verhaal? Nooit gehoord? Geef maar toe. Het gevolg van zo'n verhaal is, dat het moment dat je het gelooft, moet je voor de rest van je leven, als je ook maar iets wil bereiken, keihard werken. Nou, leuk zeg. Jij liever dan ik, toch? Geef maar toe. Sterker nog, als het per ongeluk makkelijk gaat, word je maar ongerust. Dan denk je, hé, dat is wel erg makkelijk. Ik doe zeker iets fout. Dan ga je net zo lang zoeken tot het moeilijk blijkt te zijn. Maar je hebt me opgelucht. Zei je, zie je, zo makkelijk is het niet. Nou, en ik ken niemand die hard werken leuk vindt. Dus je lekker voelen is er ook al niet meer bij. Als je al een week lang zomaar lekker voelt, denk je, mijn god, dadelijk gebeurt er iets verschrikkelijks. En wat gebeurt er? Er gebeurt iets verschrikkelijks. Echt waar? Dan zie je, zien wel, zo makkelijk is het niet. Ik ken zelfs mensen die schamen zich als het toch makkelijk blijkt te zijn. Dan gaan ze liegen. Niet zo makkelijk hoor. Je moet niet denken dat het zo makkelijk is hoor. Als is niks waard, moet je voorstellen. Ongelooflijk. Nou, je gevoel, daar heb je geen bal aan. Hou je kop er maar bij. Denken, denken, denken. En je gevoel volgen, doen wat je leuk vindt, dat is vrij, doe je maar in je vrije tijd. Nou, dromen zijn bedrog. En dagdromen is, opletten, hou je kop erbij. Wat leren ze dan aan jou? Ze leren dat er een werkelijkheid is. Wat jij daar ziet, dat is de werkelijkheid. Hé, moet je voorstellen.
is de grootste leugen ooit. Jullie denken dat jullie mij kunnen zien. Ha! Nou, vergeet het maar. Dit zijn de enige zichtbare stukjes hersens. Noemen we dan ogen, maar het zijn hersens. En daar vallen miljoenen lichtdeeltjes op. En door je aangeleerde denken worden die zeer streng gecontroleerd. Dan komen er maar een paar honderdduizend binnen. En er worden hier beelden van gemaakt. Niet daar, hier. Want als jij vanavond naar bed gaat, je doet je ogen dicht, wat gebeurt er dan? Zie je ook beelden? Of niet soms? En denk je ook dat ze echt waar zijn? Toch? Dan word je 's morgens wakker en zeg, was maar een droom. Alsof dit geen droom is. Wat jij hier ziet, is uniek. Jouw buurman of buurvrouw ziet iets volkomen anders. En je kunt niet even zijn haar kop kruipen om te kijken wat je hier ziet. Echt niet. Iedereen ziet het anders. Zie je bij getuigenverklaringen. Iedereen heeft het anders gezien. Er is geen werkelijkheid. Jij maakt hem. Als je mij een lul vindt, zie je een lul. En niet zo'n beetje ook. En je zit je kapot te erger. En denk je, mijn god, waarom ben ik hier gekomen voor die lul? Dus jij hebt een klote gevoel. En je geeft mij de schuld. Ik kan jou zomaar een afschuwelijk gevoel geven. Daar hoef ik niks voor te doen. Ik hoef je alleen maar te staan. Je bent een slachtoffer. Ken je dat? Ook zo'n leugen. Er bestaan geen slachtoffers. Alleen maar vrijwilligers. Jij hebt dus je macht weggegeven aan mij. Hebben ze je geleerd? Jij voelt je ellendig door mij. Nou, als ik dat tegen je zeg, dan zeg je, wat, lul! En je staat op en bang, gaat naar buiten toe naar huis. Hebben we geleerd. Als je ervoor wegloopt, ben je er vanaf. Nou, mooi niet. Je zit er voor de rest van je leven aan vast. Je komt thuis, hoe was het? Ach, die lul, nog steeds. 10 jaar later ken je Willem de Ridder. Ach, wat die lul, heb je toen eens in Zwolle gezien. Blah! En ik zit ergens te vissen, ik heb het niet eens in de gaten. Ik hoef er niks voor te doen. Hé, hey, moet je je voorstellen. Dat hebben ze je geleerd. Dat er een werkelijkheid is. En dat ik jou kan zien. En dat ik over jou kan denken. Weet je wat de grootste angst in het Westen is? Wat ik hier zat te doen. Praat in het openbaar. Moet je je voorstellen. Zou jij eventjes hier willen staan en een toespraak geven? Hè? Ja? Zou je dat leuk vinden? Ik denk het niet. Ik hoorde net de heer Heertje nog zeggen. Maar denk maar even, ja, zegt hij, je hebt gelijk. Ze zeggen wel eens van mensen die hier een toespraak moeten geven op een begrafenis zouden liever in de kist liggen. Ja? En de reden waarom ik het ontdekt heb, is omdat ik als kind ontzettend gespeeld heb. Ik deed van alles. Ik was niet te stoppen. Ik vertelde verhalen. Elke morgen kwamen er aan mijn deur 20 kinderen, soms wel meer. En dan liepen we naar school toe. En dan zei ik, waar waren we gebleven? En dan wisten ze precies. En dan improviseerde ik een spannend verhaal van Wimke Slim. En bij de poort kwam er een juist een spannend moment. En moesten we weer verder in de lunchtijd. 4 keer per dag. En het weekend vertel ik soms zo'n 250 kinderen de hele buurt. En op een gegeven moment had ik een poppenkast gekregen van mijn vader. Ben ik poppenkast gaan spelen, jongen. Nou, ik was niet meer te stoppen. Op alle scholen in de omgeving. Ik werd goochelaar. Een van de jongste goochelaars van Nederland. Rodini. En dan deed ik van die trucs, had ik zo'n balletje en dat pakte ik zo en dan was het ineens weg. Huh? Die volwassenen trapten er allemaal in. Terwijl het een ontzettende stomme truc was. Ze zagen het niet eens. Nou, toen verloor ik mijn respect voor de ouderen. Ik dacht, als ze dat niet kunnen zien, hoe weten ze dan hoe het leven werkt? En toen op een gegeven moment moest ik een baan nemen. Toen was de school afgelopen.
En toen moest ik naar een verzekeringsbedrijf. Hele rijen bureaus. Ik zat vooraan voor een grote glazen ruit met 4 directeuren die me aankeken. Ik dacht dat ik in de hel terechtgekomen was. Alleen maar voor geld. En dan heb ik de belangrijkste beslissing van mijn leven genomen. Ik heb tegen mezelf gezegd, ik heb nooit meer een baan. En met geld wil ik ook geen bal te maken hebben. Ik heb gezwaaid naar de directeuren. Keken me verbaasd aan. Ik heb de typemachine zo van de tafel afgeveegd. Bang! Viel te pletter. Werd ontslagen. Toen heb ik mijn vader voorgelogen. Pap, ik wilde de reclame in. Dat brengt veel meer geld op. Dat wilde ik helemaal niet. Maar toen mocht ik naar de kunstacademie. En ik vond het wel interessant. Ik begon meteen met thuis weg te gaan. Op een klein onbewoonbaar verklaarbaar woningje te wonen. Toen begon ik te schilderen. Vond ik leuk. Ik kwam alleen maar op die academie. Ik kwam al zelden hoor. Om ze nu dan wat verf op te halen en zo. Of een leuke meid die ik na kon schilderen. Of zo, dat soort dingen. En ik begon met een pantomimegroep daar. Deden we allerlei andere dingen. En voor de pauze deden we traditioneel theater. En na de pauze vond ik eigenlijk dat muziek niet alleen maar klank was. Hoe kom je daar nou bij? Het kan ook beweging zijn. Dus dan stond ik met mijn vriend Hans Klaas op het podium. En dan stonden we zo van... Mo. Wat? Wat? Mo. Wie? De. Ja, mensen vonden het heel raar in die tijd natuurlijk. Maar ik ontmoette ze nu dan een moderne componist. En die zat gefascineerd naar mijn ideeën te luisteren daarover. En op een gegeven moment dat schilderen beviel me helemaal niet meer. Ik vond schilderen op zichzelf vond ik leuk. Want ik zat helemaal te fantaseren. Ik kon altijd ontzettend dromen, weet je. Dat ben ik altijd blijven doen. En zo met die verf zo, dan zag ik zoveel dingen gebeuren. Dus ik probeerde verf te vinden die niet opdroogde. Weet je wel? Het resultaat interesseerde me geen bal. Het project zelf, het spelen, dat vond ik fantastisch. Maar ja, die verf bezond niet. Alle verf droogde op. En dan had je weer zo'n schilderij, weet je wel. Ja. En op een gegeven moment dacht ik ga erop met die kunst. Want weet je, ik ontdekte ook al rare dingen. Ik ontdekte dat creativiteit door de eeuwen heen heel gevaarlijk is gevonden door de machthebbers. Creatieve mensen die gaan gebieden binnen waar je het nog niet weet. Die gaan voorbij de norm. We hebben geleerd dat we normaal moeten zijn, anders krijg je een 4. Hè, toch? Ben je gek als je afwijkt? Maar creatieve mensen die weken af. Dus je werd heel streng gecontroleerd. Je kon niet zomaar gaan schilderen. Want nee, de graaf, de baron, de koning, de keizer, de paus bepaalde of jij kunstenaar was of niet. En dan moest je wel binnen de perken schilderen. Dus door de eeuwen heen zie je dat er nauwelijks in die schilderkunst iets veranderd is. En toen de adel zijn macht verloor, kwamen er in plaats van paleizen vol met kunst, kwamen er ineens musea die precies op paleizen leken. En de directeur van die musea die gedroeg zich als paus, als baron, als koning. En die bepaalde jij wel en jij niet. Fuck you. En op een gegeven moment heb ik mijn laatste vel papier van de ezel afgehaald. Heb ik het opgefrommeld. Prop papier. Ik zei, dat is mijn laatste kunstwerk. Een papieren constellatie. Zo, hier ligt hij. Haha. Maar ja, ik bleef spelen natuurlijk. Dus ik maakte al heel gauw... PK mode, PK muziek, PK theater, het ging maar door. En op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, dan moeten die kunst stoppen. En toen ben ik met wat vriendjes, ik woonde in 's-Hertogenbosch in het zuiden des lands, zijn we een organisatie gestart ter voorkoming van kunstuitingen. En dan gingen we naar een opening van een tentoonstelling en dan gooiden we stinkbommen en dan deelden we pamfletten uit en dan... En op een gegeven moment kwam ik op het politiebureau terecht. Toen heeft mijn vader me opgehaald en die zei, ga jij maar naar Amsterdam, daar hoor je thuis.
Die hebben we op de trein gezet. Zo, weg jij uit het bos. En ik woonde nog niet op een klein kamertje daar. Of ik had meteen contact met allerlei componisten. Want ik bleef maar bezig. En ik bracht al die jonge componisten van toen samen. Peter Schat, Michel Mengelberg, Louis Andries, Ton Bruinel, noem maar op. En ik wist te overtuigen, er is een ander soort muziek mogelijk. Het hoeft niet alleen klank te zijn. En op een gegeven moment zijn we met de Mood Engineering Society begonnen. De MES. En we gaven zelfs een aantal concerten. En dan moet je je voorstellen, dan kwam Louis Andries, die kwam op en die ging achter de piano zitten. Applaus. En dan kwam ik op, zo. Applaus. En dan begon iedereen te wachten op het stuk. En dan sloeg hij een toon aan. Bang. Nou, doodstil. Er gebeurde niks. Doodse stilte. En we begonnen alle geluiden van het publiek na te doen. En toen ze het doorkregen, begonnen ze luid. Nou, toen barsten ze los. Zij maakten het stuk zelf. Nou, je begrijpt, de pers was woedend. Wat een schande. En al die jonge componisten waren doodsbang voor hun carrière. Want ja, ze even dat de koning zou zeggen van, jij bent geen kunstenaar. Dus ze zijn allemaal eruit gestapt. Ik dacht, zie je nou wel, die fucking kunst. Maakt alles kapot. Je mag niet zomaar spelen, je moet officieel spelen. Toegestaan. En toen ineens las ik iets over een jongen uit Korea. Die had een tentoonstelling in Wuppertal in Duitsland. En die was met bizarre dingen bezig, zeg. Te gek voor woorden. Die had daar een televisietoestel, die waren nog nieuw in die tijd staan. En er zat een Boeddha-beeldje voor en die zat naar zichzelf te kijken zo. Op de televisie. Ik dacht, wauw. Dat is interessant. Nam Joon Paik heette die. Ik ben er naartoe. En hij vertelde verhalen, zeg. Te gek voor woorden. Hij was echt met leuke dingen die met kunst niks te maken hadden. Hij gooide alles op één grote hoop. En toen vertelde ik wat ik allemaal gedaan had. Toen zei hij, you are Fluxus. Wat? Ja, you will see, you will see. Ik ging terug naar Nederland. Ik schreef een klein stukje in de Haagse Post over hem. En een week of twee later kreeg ik een telefoontje van George Matsounas. En die zei, you are Fluxus. Ik zei, oh. Wij komen binnenkort naar Amsterdam. Gaan we op het Rokin gaan wij een vreemde performance doen. Wil jij meedoen? Ik zei, natuurlijk. Leuk. En ineens ontmoette ik daar Dick Higgins, namens Joon Paik, Wolf Vostell, allemaal mensen uit de hele wereld bijna. En die deden daar dingen, jongen. Die vond ik fantastisch. Er stond er bijvoorbeeld bovenop het piano een vrouw, Alison Knowles. En dan ging ze zo onder de rok en trok ze de slipje uit zo. En dat gaf ze aan iemand. En dan ging ze weer onder de rok en trok ze nog een slipje uit. En gaf ze een ander, en nog een slipje. En nog een slipje, nou ja, ik vond het geweldig. En er gebeurden daar dingen, jongen, die was, dat was, vond ik helemaal, kijk, zo hoort het. En nam Joon Paik die gewoon net met een krijtje zo door half Amsterdam liep zo. En een grote lijn trok zo. En wij erachteraan.
prachtig stuk. En Wolf van Stel, die met een grote kraanwagen aankwam, met een jukebox stond eronder, die werd opgehezen heel langzaam. En ze werd het losgelaten, bang, viel hij te pletter. Een fantastisch stuk. En ik deed mijn spullen met mijn PK's natuurlijk. Dat was het enige kunst wat ik nog meer wilde te maken. Van die proppen, ik gooide naar mensen toe en begon allemaal naar elkaar te gooien. Dat was een prachtig stuk. En toen was ik ineens officieel Fluxus en kon ik meedoen aan allerlei van dit soort performances over heel Europa. En op een gegeven moment, ik woonde in een boekwinkeltje van een vriend van mij. En ik woonde daarachter en daaronder was nog een kelder. Toen ben ik begonnen met een galerie, Amstel 47, om de hoek van het Waterloopplein. En daar heb ik meteen de Piano for All Senses van Nam June Paik tentoongesteld. Het was een schitterende piano. Als je daarachter ging zitten, hij was helemaal open zo. Er liepen allemaal draden uit en zo. Maar als je op één toets drukte, ging al het licht uit. Als je op een andere toets drukte, dan begon ineens de sirene te loeien. Weer op een andere toets, dan kreeg je koude lucht in je kruis. En zo ging het maar door. Het gebeurde een heel avontuur als je op dat ding speelde, zeg. En ik dacht, we moeten de Fluxusconcerten gaan organiseren. Dat hebben we gedaan. Geweldig. Ik dacht, nu begint het te werken. Wat deden die mensen? Die gooiden voor het eerst, al spelend. Want stukken ontstonden dikwijls ter plaatse. Al spelend gooiden ze alle media op één grote hoop. Want in die tijd was de theaterwereld, die stond los van de rest. En de muziekwereld was de muziekwereld. Was hun eigen planeet. En de kunstwereld was hun hele andere. Nou ja, zo gaat het maar door. Het was allemaal van die elkaar beconcurrerende landen bijna, zeg maar. Met eigen grenzen, en directeuren, pausen. Woe, schrikkelijk. En ineens gooiden ze alles bij een grote hoop. En maakten het belachelijk. Waardoor we echt weer eens konden lachen. Begonnen te spelen. Wauw. En op een gegeven moment begon het natuurlijk wel op te vallen. En toen, ik werkte ook met Wim T. Schippers samen. En met Wim T. Schippers hebben we de Society for Exhibition Organizing opgezet. De SEO. En dan stuurden we een mailing naar alle musea. Dat als de tentoonstelling niet zo goed liep, dan konden wij het wel een beetje oppeppen dat het een beetje leuk liep. En dan kwamen we met vlaggetjes en versierselen en zo. En slingers en zo. Weet je. Nou ja, we hebben natuurlijk helemaal niet serieus genomen, dat begrijp je wel. Ook bij mensen thuis konden we zo, gingen we het hele interieur veranderen, weet je wel. Ik vind het goed zo. En de Society for Party Organizing was een nieuw soort theater. En dan organiseerde ik een feest ergens in Amsterdam op de gracht, op een zolder. En dan begon dat om een uur of 7. En dan kwam je boven in een ruimte terecht die pikdonker was. Na enige tijd begon je eraan te wennen. En dan ging je elkaar wel een beetje zien. Het was bijna een soort doolhof. En dan was je uren en uren en uren bij elkaar. Dat ging soms 2 dagen door. En iedereen kon ingrijpen in het stuk, zou je kunnen zeggen. En er gebeurden de raarste dingen. Laat je dat vertellen. 6 mensen in bad en zo. Bijvoorbeeld in het pikken donker, dat deed je dan ineens. Je durfde te gaan spelen, omdat het donker was. En op een gegeven moment ging George Matsounas naar Amerika terug. En die zei, Willem, wil jij een Fluxuswerker gaan verkopen? Natuurlijk. En ineens had ik de European Mail Order Warehouse. En dan verkocht ik een koffer met kleine doosjes erin. En er zat een gaatje in. En dan kon je dan met je vinger in gaan. En dan voelde je rare dingen. Dat soort dingen. Dat waren de werken in die tijd. Verbazingwekkend. Kortom, ik was ontzettend aan het spelen geslagen. Geweldig. Niet dat het serieus genomen werd. Nou, aan de andere kant, op een gegeven moment kregen we van de VARA een uitnodiging om een uitzending te maken over de nieuwe kunst. Want we waren ineens jonge nieuwe kunstenaars geworden. En toen hebben we die uitzending gemaakt. Signalement was een hele serie programma's, serieuze programma's over kunst. Wij konden dus voor het eerst
de nieuwe kunst staan. Nou jongen, we hebben het op een belachelijke manier gedaan, Arnie, voor mogelijk. Was er een interviewer, zat Wim Schippers naast de interviewer. We hadden voor interviewer ook geen kunstkenner uitgenodigd, maar gewoon de man die het journaal voorlas, die niks van kunst wist, weet je wel, zo. En die zei dan, die stelde dan een vraag aan Wim Schippers, en ik zat daar naast aan een tafeltje. En voordat hij antwoord gaf, pakte hij een pakje sigaretten. Zei een sigaretje? Ja, dan staken we een sigaret op. En dan kwam er een dame met een bar, een rijdende bar, drankje, ja, sherrytje. Ja. En dan wilden ze net beginnen, ging de telefoon weer. Ik zei, nou, begin maar. Zo. Dat soort dingen, dat kon natuurlijk helemaal niet op televisie. Belachelijk. En daar zag je voor het eerst dingen die wij deden. Wij organiseerden de Mars door Amsterdam bijvoorbeeld. Hingen er affiches door de hele stad heen. Mars door Amsterdam. Grote letters. Weet je wel. Begin Centraal Station, de hele route erop, tot aan het Rembrandtsplein toe. En wat bleek dan? Dan bleek op dat moment die Mars te bestaan uit 6 mensen. 2, 2, 2. Die liepen dan de Mars af en dat was het. Niemand zag het. Terwijl iedereen zat te wachten op wanneer is de Mars door Amsterdam. Nou, dat was ineens op die film te zien. Of ineens zag je op die film een enorme prop van mij door de stad heen rijden met politie voor en achter. Ja. Kortom, we deden de meest belachelijke dingen. En we kondigden ook pop-art aan. En zero en nouveau realisme en al dat soort dingen. We hadden een gesprek met Daniel Spoorey. Dan zaten we aan een tafeltje, weet je wel. Hadden we net gegeten. En dan pakten we het tafelkleed op en alles was erop vastgeplakt. En dan hingen we aan de muur. En hing die tafel zo aan de muur met alles erop en eraan, weet je wel. Nou ja, de kranten waren woedend. Die schreef ook de volgende dag dat, nou ja, we hadden allemaal verzonnen. Warhol, typisch verzonnen naam. Ze hadden er nooit van gehoord. Het was nieuw, nieuw, nieuw. Inmiddels is die film een historisch monument geworden. Elk museum heeft het in zijn bezit. En je kunt het ook op mijn site zien. Als je naar willemderidder.com gaat, ja, daar linksboven klik je op WDRO-TV. Nou, dan kun je signalement kun je zien, 2 delen. Je weet niet wat je ziet. En dat European Mail Order Warehouse zat inmiddels in het Museum of Modern Art in New York. En dat was helemaal niet van plan. Want op een gegeven moment kregen we een uitnodiging van de directeur van het gemeentemuseum in Den Haag. En ineens hingen mijn proppen in de grote hal. En op die hal stond ook nog eert het goddelijk licht in de openbaringen der kunst. En daaronder had Wim Schippers een soort tulpenveldje gemaakt met ronddraaiende tulpen. Met kinderlijke muziek erbij van Vrij en Blij onder leiding van Wessel Dekker. Een soort kinderkoor uit die tijd. Belachelijk. En na afloop van de opening hadden wij een diner met de directeur. Toen zei hij tegen mij, ik weet het nog heel goed. En Willem, wat komt hierna? Ik zei, nou, het is afgelopen met de kunst. Ik hou ermee op. Ik heb er geen zin meer in. Huh? Had je me de kans van mijn leven gegeven, stap ik eruit. Dan begreep je niet. Hoezo? Waarom? Nou, ik zal het je vertellen, zei ik. Ik hou ervan om onbekende gebieden binnen te gaan, waar ik nog niet weet. Maar de meeste mensen zijn daar bang voor gemaakt. Die zijn doodsbang. Die willen het weten. En als ik met die fluxus mensen in zo'n staat wist te brengen, dan zag je ze helemaal, wat is dit? En er was altijd wel een klootzak bij die zei, dat is kunst. Oh, is dat kunst? Oh. Gelukkig had het dan eerder gezegd. Ik was al bang. Ik dacht, wat is dit? Kunst, oh leuk. Die fucking kunst maakt alles kapot. Ik stap eruit. Nou, hij viel bijna van zijn stoel. Kun je je voorstellen. Nou, toen ben ik een jaar later ben ik met een krant begonnen. En ik had geen cent, hè. Ik heb mijn woord gehouden. Ik heb nooit een baan gehad. Nooit. Ja, als ik drukwerk nodig had, ging ik wel bij een drukkerijtje werken. Dan maakte ik mijn drukwerk en dan liet ik me weer ontslaan. Had ik en geld en had ik gratis drukwerk. Hè? Dat soort dingen deed ik wel. En als ik echt geld nodig had, dan ging ik wel eens een week of twee ging ik bedden opmaken in het Hilton Hotel. Maar dat was alles. Geen carrière. En
Op een gegeven moment begon het duidelijk te worden dat toen ik uit die kunst gestapt was en ik was met een vriend bezig met het maken van sad movies, hele bizarre filmpjes. Ik vond dat de filmwereld was ook allemaal zo saai. Op mijn site kun je er ook eentje zien, die heet Bon Appetit. Dat heb ik gemaakt met Paul van den Bos toen. Die later alle opnames voor Coat and the Bee gemaakt heeft. En op een gegeven moment ontdekte ik een of andere jongen die een poppenblaadje voor jongeren maakte. Bij zo'n klein drukkertje, nog in lood. Ja, vroeger in het een lood. En dat vond ik ontzettend leuk, want die deed het zo bizar. En ik ben met hem gaan praten. Peter J. Muller heette die. En heb ik gezegd, moet je luisteren, er moet een andere krant komen. Dan moeten we gewoon een krant gaan maken voor de jonge generatie, waarin ze kunnen schrijven wat ze willen. Iedereen kunstenaar. Niks van de baas spreekt en de onderdanen luisteren. Hou op. En toen ben ik naar een drukkerij gegaan. Om de hoek van het Stedelijk Museum. En dat was de stiefzoon van jonkheer Sandberg. Die was toen directeur van het Stedelijk Museum. Er waren twee jonge studenten, die hadden net een nieuwe offset rotatiepers gekocht. Het was helemaal nieuw in die tijd. En ik kwam binnen en ik zei, moet je luisteren. Er moet een krant komen voor de jonge generatie waarin ze kunnen schrijven wat ze willen. Ik had geen cent om mensen te betalen die gingen schrijven. Natuurlijk hadden we geen geld. Nou jongen, hij vond het geweldig. Want ik was helemaal geïnspireerd. En dat is de clue. Dat ontdekte ik op een gegeven moment. Al heel spoedig. Als jij doet wat je leuk vindt, dan is het leuk. Want kijk, gedachtes die ze jou geleerd hebben, zijn allemaal aangeleerd. Allemaal leugens. Slaat nergens op. Maar gevoelens liegen nooit. Als jij iets leuk vindt, als jij helemaal geïnspireerd bent, als jij er helemaal in zit, nou jongen, het voelt niet meer als werk. Je trekt de juiste mensen aan. Dingen lukken. Geweldig. En het geeft je ontzettende energie. En anderen ook. Geweldig. Dus die man was meteen enthousiast, omdat ik zo enthousiast was. Een uur later zat ik de eerste pagina te maken. De voorpagina. En schreef ik op de achterkant, schreef ik, deze krant gaat er komen als jij erin gaat schrijven. Als jij er niet in schrijft, forget it. Komt hij niet uit. Nou, we stapten in zijn Mercedes-Benz. We reden het hele land door. En elke tiener die we zagen, gooiden we een stapel van die vellen naar het hoofd toe. Nou, binnen de kortste keer lag er zo'n stapel post. En begonnen met het eerste nummer. Nou, het is een sensatie geworden. Er is een hele generatie mee opgegroeid. De halve VPRO komt uit Hitweek. Want zo heette die krant. En in het begin wilde geen enkele distributeur het verspreiden. Ze waren doodsbang. Het was ongebruikelijk in die tijd. Ben je normaal gek? Op de voorpagina stond een stuk van een meisje die door haar vader geslagen werd. Met foto's en alles erbij. Nou, stel je voor dat hun dochter dat ging doen. Bah! Dus hij werd massaal verkocht door iedereen. De jongeren op straat, door de tieners. En het liep zo goed. Op een gegeven moment moesten ze wel. Er kwam zoveel vraag. En op een gegeven moment zijn we begonnen met clubs. Waarin iedereen op het toneel kon springen en doen wat hij wilde. Niet meer een baas die bepaalt, jij bent de kunstenaar en jij niet. Nou, het liep als een trein. Toen ben ik gaan praten met de gemeente. Ik had geen cent, hè. Zo'n heel groot oud kerkgebouw, het Leidseplein. Daar heb ik ontzettend moeten vergaderen. Heb ik gezworen nooit van mijn leven meer te vergaderen. En hebben we dus die club opgericht daar. Paradiso bedacht ik de naam. Nou, dat vonden ze al belachelijk, Paradiso. Maar ze begonnen controle te houden, hè, die gemeente. En toen ontdekte ik een andere ruimte, vlakbij het Centraal Station. Waar een hond kwam, ook een jeugdhonk. En ik zei, wat zou je ervan vinden als binnen de kortste keren die tent hartstikke vol zit? Nou, vonden ze geweldig.
hebben we zonder dat de gemeente het wist, die tent omgebouwd. Veel geschilderd, zo allemaal prachtige dingen. Allemaal zonder geld. Hè? Zij hadden het zelf een beetje geld, dus dat was prima goed. En één dag voor dat Paradiso opging, ging Fantasio open. Ik had dus de eigen affiches gemaakt, de namen bedacht. En ik was een van de eerste DJ's. En iedereen die mee wilde doen, kon mij een LP brengen. En het moment dat ik hem opzette, sprong je op het toneel. En de podia stonden daar, 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 daar. En iedereen zat lekker op de grond. En er was voor het eerst een huisdealer. Kun je een jointje kopen. Zat ze er helemaal... En van die vloeistofdia's, weet je wel. Nou jongen, te gek voor woorden. En ook foto's ertussen. Nou, echt te gek. Het werd een sensatie. Ze kwamen uit de hele wereld. Op een gegeven moment kwamen er zoveel mensen naar die clubs toe. Dat het hele Vondelpark lag vol met slaapzakken. En de hele Dam zat vol met hippies. Het ging maar door. En toen bleek dus dat als jij doet wat je leuk vindt, als je echt durft te spelen, dan heeft het een enorm effect. Dan is het iets wat enorm aanslaat. En de reden is heel simpel. Kijk, wetenschappelijk is nu bewezen dat dat kleine celletje in de baarmoeder, waar jij uit voortgekomen bent, ja, met het oog niet eens waarneembaar, daar zat je al helemaal in. Alles wat hier nu zit, zat in dat kleine celletje. Ja? Je hele karakter, alles, tot je bril toe, bij wijze van spreken. Je permanent, je horloge, naar bij wijze van spreken. Maar alles zat erin. Dus een hoogst intelligent wezen. En ze hebben ook ontdekt dat ene kleine celletje blijkt in contact te staan met alle andere cellen in het hele universum. Daar hebben ze geen computer voor nodig, echt niet. Nou. Als je het onder een microscoop legt, dat celletje, blijken het atomen te zijn. Nog 5 minuten? Nog minder zelfs. 4 minuten. Blijken het atomen te zijn. Ja? Nog een kleiner celletje. Nog een sterker microscoop. Blijken het neutronen, elektronen te zijn. En met de allersterkste microscoop ontdekten ze quarks. En als je in het Prisma woordenboek kijkt, staat er bij quark onbegrijpelijk kleinste deel van het universum. Want weet je wat ze ontdekten? Het bleek geen deeltje te zijn. Het bleek pure energie te zijn. Dat zou betekenen dat jij en ik pure energie zijn. Als dat zo is, is er geen enkel verschil tussen jou en mij. Zijn we één. En qua gevoel zijn die cellen absoluut met elkaar verbonden. En op het moment dat ik hier op dit podium moeite zet te doen, voel jij de moeite. Als jij naar een winkel gaat, probeer je stiekem iets te verkopen. Je voelt het, of niet soms. Als je met je vriendin in de hele avond zit te tetteren, wat blijft er hangen? Niet de woorden, het gevoel, de sfeer. Dus het moment dat jij helemaal erin zit, zit jij er ook in. En je ziet, het vliegt voorbij. Je hebt niet eens meer in de gaten dat het tijd is. Omdat ik er helemaal in zit. Ik moet zelfs weg nu. Moet je je voorstellen. Ja. Maar vanmiddag gaan we samen spelen. En niet zo'n beetje ook. Op een manier die heb je nog nooit meegemaakt. Want ik ben blijven spelen. En nog steeds. En op het ogenblik bestaat Fluxus 50 jaar. Gisteren ben ik nog door een cameraploeg uit Italië de hele dag geïnterviewd. En ze willen dolgraag dat ik in Italië dingen ga doen. En in Frankrijk. En in Duitsland. Het gaat maar door. En wat doe ik? Ik maak avonturen. Waarin je helemaal verdwijnt. En waarom? Omdat ik erin verdwijn. Als ik verhalen zit te vertellen. En ik vertel elke eerste dinsdag van de maand in de Melkweg een verhaal. Nou jongen. Ik verdwijn. Ik hou rekening met jou. Ik kan niet in jouw kop kruipen.
En kijken wat je denkt of voelt. Ik kan jou niet eens zien. Maar ik kan wel in mijn eigen kop. In mijn eigen lijf. En het moment dat ik er helemaal in zit, dan kan ik niet faken. Ik kan niet net doen alsof. Dat voelt iedereen meteen. Als ik er helemaal in zit, zit jij er ook in. Dat is de clue van spelen. En daarvoor zijn we hier bij elkaar, om te gaan spelen. Niet waar? Dus als je naar mijn site gaat, willemderidder.com, vind je daar een televisiestation, een radiostation. En als jij geïnteresseerd bent om mee te doen, op dat radiostation kun je zo uitzendingen maken en kunnen mensen terugchatten naar je. Vanaf je computer. En binnen de korte keren beginnen we nu ook met live uitzendingen. Als je een klein cameraatje hebt, kun je zo elke week een live uitzending maken en mensen kunnen terugchatten. Dan heb je direct contact. Dan gaan we dus spelen. Oké? Okay? Nou, lieve schatten, ik zou zo zeggen, we houden contact en tot vanmiddag, hè?